over mijn vinger heen. Dus ik zag eerst helemaal niet wat er gebeurde. Ik schrok me echt dood. En toen zag ik het en mijn hele vinger zat onder het bloed. En dat mijn kamer echt een troep is. Ik schaam me dood. Dus jongens, de eerste video van mijn nieuwe serie is een feit. Als eerste heb ik van mijn all-time favorites, Nick en ik, weer hele leuke kleren gekregen. We gaan morgenavond weg, dus ik ga vannacht gewoon de hele tijd door met editen en zo. Want ik moet dat gewoon hier klaar hebben. Het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is inmiddels al wat later in de middag en ik heb vandaag eigenlijk al heel veel gedaan. Ik heb zojuist alles voor een campagne geëdit en afgewerkt en ook weer doorgestuurd, dus dat is helemaal klaar. Altijd wel een fijn gevoel, alleen moet ik natuurlijk nu even wachten op de feedback. Ook ben ik vanochtend naar de nagels geweest en ik heb daar mijn nagels laten doen voor de vakantie. En as you can see heb ik een beetje soort van, ja, rainbow printje gedaan. Deze is roze, deze paars, deze blauw, deze geel. Deze oranje, dus ik vond het wel heel vet gewoon voor een keertje, want ik heb dat eigenlijk nooit zo. Ik heb meestal gewoon één effe kleurtje met glitter of zo, en that's it. Nu is het wel zo, normaal gesproken ga ik altijd naar iemand anders toe voor mijn nagels, maar die had geen tijd meer voor de vakantie. Dus moest ik naar een andere nagelsalon toe. Nu was ik hier al wel een paar keer geweest bij deze nagelsalon, alleen dat was best wel een tijd geleden. En dit is geen nagelsalon van gewoon een Nederlands iemand, maar van Aziatische mensen. En zij doen het eigenlijk altijd heel erg goed. Alleen wat er vandaag is gebeurd... Echt, oh my god. Wat er dus is gebeurd is, zij was mijn nagels aan het veilen, want ik heb acrylnagels. En ze was met haar man aan het praten, volgens mij. Tenminste, dat is haar man, denk ik. En ik was als enige en ze waren in het Koreaans aan het praten. Nou, ik vind dat sowieso altijd al een beetje awkward als ze daar Koreaans gaan praten, terwijl ik daar zit. Want ik heb altijd het idee dat ze dan over mij praten. Ik doe even deze deur dicht, want onze vogel die gaat er de hele tijd doorheen. Dat is super irritant. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is dat ik het altijd best wel vervelend vind. En voor mensen die dit kennen... Als je bij Aziatische of Koreaanse, ik weet niet zo goed wat voor mensen, welke afkomst hebben, zeg maar. Maar ik vind het altijd heel vreemd als zij tegen elkaar gaan praten in hun eigen taal. Omdat ik altijd het gevoel heb dat het dan over mij gaat, weet je wel. Toen was ze dus met die man aan het praten en het gebeurt eigenlijk altijd wel dat ze per ongeluk een keertje met de vel, met die elektrische vel langs je vinger of zo gaan. Of dat er een klein wondje komt. Nu had ik dat hier ook, alleen dat kan je echt niet zien. En ik had het hier, dus dat bloedt altijd een beetje en dat is na een paar seconden weg. Maar op een gegeven moment, ik schrok me echt dood. Ik ben even gechased van plek, want waar ik net was, daar kwamen allemaal mensen binnen, dus ik kon niet verder filmen. Maar op het moment dat die vrouw met die man praatte, mijn nagelvelden letten ze niet op. En ging echt die hele elektrische vel, ook best op een harde stand, over mijn vinger heen. Dus ik zag eerst helemaal niet wat er gebeurde. Ik schrok me echt dood. En toen zag ik het en mijn hele vinger zat onder het bloed. En as you can see, je kan het een heel naar plekje vinden. Maar het is dus echt helemaal open. Het is echt een super diepe snee. En volgens mij gaat het ook echt ontsteken. Want het is echt zo'n vervelend wondje. Nu is ook nog een stuk van mijn nagel beschadigd. Maar daar heeft ze natuurlijk die acryl overheen gedaan. Dus dat zie je niet meer. Maar het raar vond ik dat ze er gewoon alcohol overheen deed. Een soort van flesje, een soort sterilon of zo. En ze ging gewoon verder. En vervolgens zat mijn hele vinger ook het plekje alsnog onder de acryltroep. Van allemaal afval wat zeg maar van mijn nagels af werd geveld. Dus al met al ben ik niet helemaal te spreken over wat er vandaag gebeurt bij de nagels. Maar goed, ik heb gewoon nice mijn nagels gedaan. Het zit er weer mooi op. En that's it, weet je, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik vind dat plekje wel vervelend. Nu ga ik nog even snel verder met wat andere dingetjes. En dan hou ik jullie straks op de hoogte. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haar nog niet eens doorgeborsteld, dus ik zie er echt... ontzettend goed uit. Nee, maar ik heb net gedoucht en alles. Ik ga mezelf even klaarmaken. Want vandaag heb ik een lekker opnamedagje. Ik ga als eerste twee video's opnemen. Waarvan één video voor mijn nieuwe serie op mijn kanaal. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe die opnames daarvoor zijn. En hoe het eigenlijk een beetje uitpakt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat iets gaat zijn. Wat heel erg lijkt op wat ik een jaar geleden deed. Dus muziek belde bij bedrijven waar ik helemaal niet werk. Of in ieder geval... de bedrijfprankerle, daar lijkt het een beetje op. Alleen heb ik nu echt iets wat echt een ding van mij is. Dus heb ik echt mijn eigen draai aangegeven. Heb ik niet van iemand anders of iets dergelijks. Ik heb dat echt helemaal zelf bedacht. Daar ben ik best wel blij mee. Dan ga ik nog een andere video opnemen. Dat zal storytime worden over een horrorvakantie die wij hebben gehad. En vervolgens moet ik nog wat foto's maken. Want ik ga vanavond weer een nieuwe closet sale doen op mijn Instagram. Alle kleren liggen daar. Ze liggen nu op een hoop. Omdat ze net allemaal uit de wasmachine komen. Dus no worries dat het kreukelt of lelijk wordt. Ik heb het daar even neergelegd voor de foto's. En ik ga dat dus vanavond allemaal weer uploaden op mijn story. En hopelijk wordt het weer net zo'n succes als de vorige keer. Want de vorige keer was alles zo snel uitverkocht. Maar goed, ik ga mezelf even snel aankleden, klaarmaken.
Dan ga ik even naar de winkel toe om ontbijt te halen, want we gaan dus bijna op vakantie. En we hebben echt heel weinig boodschap gehaald. En we hebben gewoon niks lekkers waar ik nu zin heb om in te ontbijten. Dus ik ga denk ik zo even naar de Albert Heijn toe, even wat halen. Klaarmaken. Of eerst klaarmaken, ik weet het nog niet. En ik laat jullie allemaal weten. Ik ben inmiddels helemaal klaargemaakt. En toen ik net boven het klaarmaken was, kwam er heel leuk pakketje binnen. Dus daar ben ik super blij mee. Het is van My Jewelry. Ik heb het al even opengemaakt. En ik wist dat ik dit zou ontvangen, maar ik vind het echt heel erg leuk wat ik heb gekregen. Ik ga het jullie even laten zien. Het eerste wat ik heb gekregen is een heel leuk overslagrokje in het wit. En hij ziet er nu een beetje gek uit, maar ik heb nu even geen tijd om het aan te doen. Alleen, het is gewoon echt zo'n lekker fijn stofje ook. En ik vind het soort dingen op vakantie heel chill, want dit kan je heel makkelijk over je bikini of badpak aandoen. En daarnaast heb ik ook nog een badpak gekregen van My Jewelry. En deze is in het geel. Ik vond dat heel vet voor als je wat bruiner bent. En dit is een overslagbadpak, dus hij zit nu een beetje raar. Want als je hem aan hebt, is het veel beter. Maar hij zit dus zo en heb hier zo'n strikdingetje, dus dat kan je heel erg mooi knopen. En ik vond deze kleur gewoon super vet voor als je straks lekker bruin bent. Nou, deze heb ik dus nu in een maatje M, want ik heb altijd badpakken en bikinis in maat M. En dit rokje is ook in maat M. Nou, daar heb ik er nog een scrunchie bij en op beeld lijkt hij niet hetzelfde. Maar in het, gewoon nu in het echt is hij wel hetzelfde, hè? Dat vind ik heel vet. Dus als ik dan een leuke Insta-foto wil maken, dan matcht dat weer. Helemaal top. Dankjewel, My Jewelry. Yes, jongens. De eerste video van mijn nieuwe serie is een feit. En ik ben er echt blij mee. Ik zie dat de camera op zo gaat. Oh, this way. En ik ben er echt blij mee dat de eerste aflevering er gewoon op staat. Dat die lekker klaar is. En ik ga hem vanavond even editen samen met mijn vader. Want mijn vader is ook heel benieuwd hoe het is geworden. En als deze vlog... Nee, dan staat de video nog niet online. Ik weet niet precies wanneer deze video van een nieuwe serie online komt. Maar ik zal jullie even op de hoogte houden mocht die online staan. Ik ben er heel excited over en ik vond het heel leuk om te doen. Dus ik ga nu nog even verder. Ik ga zo nog een storytime opnemen. Dus even weer mijn outfitje changen. En ik moet nog wat andere dingetjes doen. En dan gaat de dag weer lekker snel voorbij. Yes jongens, ook de tweede video is rap. Ik heb hem helemaal opgenomen. Hij is ook weer helemaal klaar. Dit is een hele leuke storytime geworden over een horrorvakantie van mij. En ik vond het best wel gek om dit verhaal even weer op te halen. Want ik was het soort van alweer een beetje... Het was gewoon achter in mijn mind gezet. Ik was even kwijt. En nu ik dat dan weer ga vertellen, is het echt weer zo in mijn mind. Het is een beetje soort recent weer. Dus dat was een beetje gek. Maar goed, ik heb hem weer opgenomen. Ik ga nu alles hier even opruimen. Dan moet ik nog een Insta-story maken voor een campagne. En dan ga ik de foto's schieten voor de closet sale. Dus dat ga ik even snel allemaal doen. En hopelijk red ik dat nog voor het eten. Want het is 5:05 en meestal op dinsdag eten wij redelijk op tijd rond 5:30. Dus ik hoop dat het gaat lukken, want ik vind het wel chill als ik alles dan voor het eten klaar heb. Dus vandaar, nog even knallen en hopen dat ik het afkrijg. Het is inmiddels avond en ik heb de closet sale gerokt. Bijna alles is uitverkocht, dus ik ben weer super blij. Ik vind het heel leuk dat ik jullie telkens weer blij kan maken met mijn items die ik dan zelf niet meer draag. Maar nog wel van hele goede kwaliteit zijn. En eigenlijk wel gewoon een tweede leven verdienen. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik zelf heb kunnen verkopen aan jullie. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga morgenochtend alle pakketjes inpakken en ze dan snel versturen. Zodat iedereen het zo snel mogelijk binnen heeft. Voor nu ga ik lekker slapen. Het is 10:15. En ik heb best wel weer een beetje hoofdpijn. Ik heb de laatste tijd zo vaak hoofdpijn. Dus laten we hopen dat het straks op vakantie weg is. Ik ga even pas zitten molletje nemen, lekker douchen en dan op bed liggen. Dus ik ga lekker slapen. En Roos, wat ga jij doen? Ik ga ook zo slapen. Dus good night allemaal. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik was net bezig met het editen van mijn vlog die vanmiddag online komt. En toen kwam UPS langs met een heel vet pakket van Winkelstraat. Dit is oprecht zo leuk. Er zitten 2 repen chocola in. Oh, het is Tony. Yes. Ik hou echt van Tony chocola, jongens. Je kan me daar zo blij mee maken. Ik vind dat echt de beste chocola ooit. Dus we hebben 2 reepjes Tony. Nou, helemaal top. Dankjewel. Blijft dit liggen? Ja. Dan hebben we hierin een beker. En dit is zo'n hele speciale beker die super lang, cool en zo blijft. De beker is echt super mooi verpakt, want hij zit helemaal in zo'n hoesje. Dus dat is top. En dan is het deze. En het is een soort van thermosbeker. En er staat dan op winkelstraat.nl. Nou, helemaal leuk en heel erg handig voor als ik op vakantie ga. Kan ik die lekker vullen. Slot aan, hij zit een beetje onder de glittertjes. Maar dit is een hele vette zwarte hoodie van Winkelstraat. En hier ben ik heel blij mee, want ik heb eerder een hoodie gehad van Winkelstraat. En die zit oprecht zo fijn, want er zit zo'n hele fijne fleece in. En ze zitten gewoon echt heel erg lekker. Hij is een beetje oversized, dat vind ik ook heel vet. En die staat er gewoon Winkelstraat op, dus dat is een lekkere basic trui. En ik vind hoodies altijd heel erg chill, want als ik dan straks op vakantie ga en ik zit in de auto,
Dan doe ik gewoon lekker sportlegging aan. Doe ik deze hoodie eroverheen. En die valt dan net een beetje aan de achterkant meer over je kont heen. En ik vind dat zelf altijd wat chill. Want ik vind het nooit zo fijn om een sportlegging te dragen. En dan met een heel kort shirtje. Dus dan draag ik gewoon zo'n langere hoodie eroverheen. En dan daaronder doe ik gewoon een leuk zomerhemdje. En als we dan aangekomen zijn op de bestemming. En het is heel warm. Dan doe ik zo de hoodie uit. En dan tada heb ik gewoon een lekkere zomeroutfit. Ik vind dat heel chill. Dus deze ga ik denk aan in de auto. En ik ben er heel erg blij mee. Dus Winkelstraat, dankjewel. Ik ben inmiddels weer thuis en ik heb heel veel werk gedaan vanmiddag. Ik heb heel veel geëdit, heel veel facturen gedaan, heel veel mailtjes eruit gedaan. Dus dat is helemaal klaar. Ik moet alleen vanavond nog even een klein beetje editen. Maar ik heb jullie even op statief gezet. En de reden daarvan is omdat ik heel veel leuke pakketjes heb gekregen. En ik dacht, ik ga het gewoon even snel met jullie bij langs. En dat is veel handiger als de camera op statief staat. Als eerste heb ik van mijn all-time favorites, Nick en ik, weer hele leuke kleren gekregen. Ik heb het eerste Jolie top gekregen. En deze is gewoon lekker gestreept met donkerblauw en wit. En ik ben hier heel blij mee, want deze tops van Nick & Nick, dit stofje zit zo fijn. Dan heeft Nick & Nick een hele toffe nieuwe collectie uitgebracht. En dat heet Nick & Nick One. En ik vind het heel vet, want dit is dus voor jongens en meiden. En voor meiden valt het wat meer oversized. Nu vind ik dat zelf heel erg leuk. En ik heb daarom ook als eerst deze witte trui gedaan. En ik vind witte trui echt altijd een must-have, ook is het nu zomer. Het is gewoon een toppertje, dus ik heb deze besteld. En ik wilde nog graag wat van de Nick & Nick One collectie. Alleen, ik zat een beetje te twijfelen, want ik heb dit shirtje gekozen in het zwart. En het is heel tof, want hier achterop staat dan ook echt zo'n labeltje en zo. Ik hou daar heel erg van. En ik had eerst dus deze en ik twijfelde erg, want ik vind een wit shirtje voor de zomer ook heel leuk. Maar ik had die trui ook al in het witte, dacht ik, nou, dan neem ik dit shirtje lekker in het zwart. Dat waren de Nick & Nick items. Ik heb ook hele toffe items gekregen van Naked nog. Omdat ik een tijdje geleden bij hun loungeparty was in Amstelveen. En als bedankje mocht ik wat leuke items uitzoeken. Nou, als eerst heb ik dit lichtroze jurkje gedaan. En het is een beetje een soort van, ja, zo'n heel dun stofje. Maar dan wel met een onderjurkje, dus hij schijnt niet door. En ik vind het zo tof straks op het strand, als je dan lekker een beetje bruin bent en zo. Dus als eerste dit lichtroze jurkje. Dan heb ik deze maxi rok uitgekozen in een beetje zo'n leopard of tijger. Ik weet nooit, volgens mij is het leopard printje. En hij is dus een beetje deze kleur. Ik vind hem heel vet en ik heb eigenlijk nooit van die maxi rokken. Nu moet ik zeggen, deze komt niet tot de grond, maar hij komt halverwege mijn scheenbeen, zeg maar. Dus ik vind dit heel vet bij anderen altijd. Ik heb het zelf nog nooit aangehad. Dus hopelijk staat het een beetje leuk. Maar dit soort rokken zijn ook altijd chill op vakantie. Dus gaat sowieso lekker mee de koffer in. En dan tot slot heb ik nog dit leuke jurkje van Naked. En ik ben hier echt een beetje verliefd op. Want ik vind het een heel schattig jurkje of zo. Ik heb hem ook gekozen in het lichtroze paarsachtig. Want dat vond ik de leukste kleur. En hij is dus helemaal lichtroze. En het hele vette details. Want dit is een beetje een soort van seeing through. En dit is de achterkant. En wat ik, ja, even kijken of ik hem goed. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. En ik vind hem heel schattig. En ook die mouwtjes zo lief met zo'n touwtje wat je dan zo aan kan trekken. Vind ik helemaal leuk. Misschien wel een beetje warm op vakantie omdat hij een mouwtje heeft. Maar goed, op een zomeravond kan hij altijd. Dus ook dit item is zeker geslaagd. Voor nu, we gaan zo meteen eten. Dus ik ga eerst nog even een beetje mijn kamer ordenen en opruimen. Want het is echt een bende door alle kleren die ik heb binnengekregen de laatste dagen. De closet sale, video's die ik heb opgenomen. Het is echt een bende. Dus dat ga ik eerst even doen en dan ben ik zo weer terug. Nou jongens, het is inmiddels avond en ik ben eindelijk klaar met mijn kamer opruimen. Het is gewoon helemaal netjes. Ik ben er zo blij mee dat ik het gewoon even weer lekker clean heb alles. Mijn ketting zit weer eens gedraaid zoals altijd. Maar goed, alle bende is achter me weg. Ja, daar is nog een doos, maar die moet ik even laten staan, want dat is van campagne. Daar liggen pakketjes die ik morgenochtend ga versturen. Voor de rest is het gewoon helemaal clean. Yes, ik ben er heel erg blij mee. Ik heb vanavond nog even een video uitgewerkt die ik denk ik morgen ga opnemen. Want eigenlijk is morgen de laatste dag dat ik nog dingen kan opnemen voor de vakantie. En dat is de ABC Food Challenge. Dat ik een dag lang alleen maar eten ga eten. Volgens het alfabet, zeg maar. Ik ga even kijken of ik daar genoeg tijd voor heb om de video op te nemen. Mocht dat zo zijn, dan vlog ik morgen dus niet heel veel. Omdat ik in die video heel veel vloggend ga doen. Dus zodoende. Bij deze ga ik in ieder geval wel deze, deze dag afsluiten. Ik wou zeggen weekvlog, maar het is vandaag woensdag. Dus no stress. Ik ga lekker slapen allemaal. Dus tot morgen. Slaap lekker en doei doei. Hallo allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag zoveel gefilmd. Maar niet voor deze vlog. Het is inmiddels al 8 uur 's avonds. En ik heb vandaag heel veel gefilmd. Ik ben nog steeds niet klaar voor de ABC Food Challenge video. Dat is een video waarin ik een dag lang volgens het alfabet ga eten. Het is echt een ontzettend leuke video geworden. In ieder geval wat ik tot nu toe heb opgenomen is heel leuk geworden. Deze video komt niet aankomende zondag online. Ook niet die zondag daarna.
maar die zondag daarna. Dus het is nog even een tijdje wachten. Hij komt begin augustus online, omdat ik alles heb ingepland voor de vakantie. Nu is het wel echt een hele leuke video geworden, dus ga hem zeker even checken als hij online staat. Ik ben de hele avond voor de rest heel erg druk geweest naast dan die video opnemen. Met het opnemen, vooral editen van mijn video's die dus in de vakantie online komen. Want ik wil zoveel mogelijk hier af hebben. Kijk, de weekvlogs moet ik sowieso op vakantie editen. En dat wordt wel een beetje vervelend met het internet. Maar de normale video's wil ik eigenlijk allemaal hier nog af hebben. En dat wordt echt nachtwerk nog. We gaan morgenavond weg, dus ik ga vannacht gewoon de hele tijd door met editen en zo. Want ik moet dat gewoon hier klaar hebben. Want op de wifi daar gaat het nooit lukken om zoveel video's te uploaden. Nu hoop ik heel erg dat die weekvlogs gaan lukken daar. Maar goed, dat ga ik anders gewoon op mijn 4G doen. Het moet gewoon geüpload worden klaar. Dus daar ben ik eigenlijk de hele avond heel erg druk mee bezig. Voor de rest moet ik morgen nog een video opnemen. Een video waarin ik mijn koffer ga inpakken. En ik zou die video ook vanavond kunnen opnemen. Maar ik doe het liever morgen. Omdat ik, ja ik weet niet, ik pak altijd liever mijn koffer op de dag zelf in. Heel gek, een beetje stressig soms ook wel. Maar ik vind dat fijner ofzo. Ik weet niet precies waarom. Dus die ga ik lekker morgen inpakken en dan ook direct even filmen. Ook heel erg leuk. Heb ik nog nooit gedaan zo'n video. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat door jullie ontvangen wordt. Wat jullie daarvan vinden. En jullie kijken deze vlog waarschijnlijk op vrijdag. En aankomende zondag komt die video online. Dus mocht je het leuk vinden om die te checken. Mocht je zelf bijna op vakantie gaan. Check hem dan ook even. Want ik vind dat zelf altijd hele handige reminder video's. Zodat ik zelf niks vergeet mee te nemen op vakantie. Voor nu ga ik in ieder geval deze weekvlog afsluiten. Want dan kan ik daar ook lekker aan beginnen met editen. Dus dankjewel allemaal voor het kijken. Vond je de video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!